Elisa, je rijdt een persoonlijk record dit jaar op de 1000 meter. De bewuste 1000 meter waarin je je kunt plaatsen voor WK of EK ticket, daar kom je net 800ste tekort. Wat overheerst dan? Ja, op het eerste moment natuurlijk bouw je daar ja, best wel van. Je komt natuurlijk zo weinig tekort voor een WK ticket. Maar aan de andere kant heb ik me wel geplaatst voor de World Cup in Calgary. Dus ja, ergens is ook natuurlijk wel blijdschap dat ik dat wel heb gehaald. Er is altijd nog een klein kansje dat er iemand uitvalt en dat je alsnog mee mag doen als algemeen reserve. Ja, klopt. Ja, ik zal wel na de World Cup in Calgary reis ik door naar Salt Lake inderdaad, omdat ik reserve ben daar. Dus ja, er is altijd een kleine kans dat, dat ik wel mag starten, maar ja, eerst maar even afwachten daar. Je rijdt nu 2 jaar in de ploeg van Anema. Hoe is je dat bevallen? Nou, eigenlijk heel erg goed. Inderdaad, dit is het tweede seizoen dat ik bij Team EasyJet rij. En nou ja, vorig jaar een flinke stap gemaakt en dit jaar weer een stap gezet. Dus wat dat betreft, ja, bevalt het heel erg goed. Je hebt mensen die als een raket ineens gaan, hè? En dan is het natuurlijk zo dat ik doel op degene die goud pakt op die afstanden. Bij jou is het wat meer geleidelijk. Ja, klopt. Ja, dat is wel echt een proces waar we bewust voor hebben gekozen om gewoon ja, rustig elk jaar stappen te zetten en ja, elk jaar te bouwen, zeg maar. Dus ja, gewoon elk jaar het lichaam sterker te maken. Ik had het natuurlijk over Jutta Leerdam, waar jij in de junioren ook mee reed en dat was afwisselend. De ene keer was jij wat beter en andersom. Zij ging nu ineens heel hard. Ja, klopt. Ja, ze rijdt echt ontzettend goed en hard. En ja, dat is gewoon echt heel knap. Dat is knap op zich, maar dat komt in meer sporten en meer disciplines voor. Bij de een schiet het ineens erin en bij de andere heeft het een meer geleidelijk proces. Maar je maakt nog steeds progressie. Ja, klopt. Ja, en dat is het belangrijkste daar. Ja, daarmee laat je gewoon zien dat je gewoon de trainingen goed oppakt en dat je gewoon fit bent. Dus ja, dat is wel een belangrijk meetpunt eigenlijk. Hoe ziet de rest van het seizoen er nu voor jou uit in grote trekken dan? NK sprint binnenkort? Ja, over 2 weken inderdaad NK sprint, 25 en 26 januari. Dat is eigenlijk voor mij weer de eerste grote wedstrijd. Ja, vrij snel daarna zal ik naar Salt Lake gaan voor een kort trainingskamp en daar volgt een weekend later de World Cup in Calgary. En ja, daarna inderdaad als reserve naar het WK in Salt Lake. Dat NK sprint, wanneer ben jij gelukkig na dat weekend? Dat is lastig te zeggen, want ja, het is een toernooi over 4 afstanden, dus je moet 4 keer gewoon ja, stabiel en goed racen en dat is altijd wel pittig. Ja, mijn favoriete afstand daar is natuurlijk de 1000 meter, dus ik hoop dat ik daar gewoon 2 ontzettende goede races rij. Maar ook 500 meter, daar, ja, ik hoop dat ik die gewoon, dat ik het gat eigenlijk zo dicht of zo klein mogelijk hou daar. Ja, want daar heb je je tot nu toe niet zo sterk op gefocust? Nee, dit seizoen was inderdaad de focus meer op 1000 en 1500 en Maastricht erbij. Maar nu komende weken staat ook de 500 meter ja, op de planning, dus daar trainen we nu wat meer voor. Een topsporter moet enorm veel energie steken in het winnen van een fractie van een seconde. Frustreert dat wel eens? Af en toe wel, maar dat maakt de sport ook wel echt ontzettend mooi. Het draait gewoon echt allemaal om snelheid en ja, daar doe je het uiteindelijk voor. De ene keer zit je er dan net naast, maar de andere keer ja, win je dan net op zo'n kleine marge, zeg maar. Dus dat, ja, dat maakt de sport mooi. Elisa, we hadden het over de Olympische Spelen. Wanneer wordt nou bepaald wie mag? Ik denk hetzelfde als 4 jaar geleden. Daar was in december, ja, wat nu het NK afstanden was, dat is dan het OKT, Olympisch Kwalificatietoernooi. En dat is dan het meetmoment, daar moet het dan echt gebeuren. Kan het dan zo zijn dat je daar bijvoorbeeld voor 1 afstand alleen maar afgevaardigd wordt? Of moet dat voor meer zijn? Het kan zo zijn dat je voor 1 afstand inderdaad
dan naar de Olympische Spelen mag. Dat, ja, er wordt elke 4 jaar wordt er dan een matrix gemaakt en op basis van medaillekansen wordt dat ingedeeld. Dus ja, het is net hoe hoog jouw afstand dan staat en welke plek je zelf behaalt. Ja, dat bepaalt of je voor 1 of 2 afstanden dan in aanmerking komt. Het is bekend, skileren, dat is jouw tweede passie. Misschien was het ooit wel de eerste. Doe je dat nu in dienst van het schaatsen? Eigenlijk wel. Sinds vorig jaar heb ik eigenlijk een beetje de keuze gemaakt om voor het schaatsen te gaan. Alleen ik vind het skileren vind ik gewoon zo ontzettend mooi dat, het, ja, dat ik het nog altijd graag doe. En ja, als ik kan rijden, dan rij ik graag de wedstrijden en zeker de trainingen. Het is ook een kwestie van, ja, waar heb ik het meeste talent voor? Ja, dat ook. Ja, ja, nu met schaatsen zit ik er dichtbij, dus dat is ontzettend mooi. En ja, bij het skileren is de wereldtop. Ja, dan heb ik het over landen als Colombia en Korea bijvoorbeeld. Is zo ontzettend hoog, dus dat is gewoon lastig om daar tussen te rijden. Dat is enerzijds waar, anderzijds is de mondiale top in het schaatsen is zo ongeveer ook de Nederlandse top. Dus daar kom je ook zo 1, 2, 3 niet tussen. Nee, klopt. Nee. In Nederland is het schaatsen gewoon ja, is ontzettend sterk. Dus ja, we zeggen wel eens, als je er inderdaad in Nederland bij zit, dan zit je er op wereldniveau ook. Kan je ook gewoon goed meedoen. Dus aan de ene kant mooi, maar aan de andere kant ook wel frustrerend soms. Je woont nou op kamers in Heerenveen. Krijg je nog veel reacties hier uit de omgeving? Nou, zelf merk ik het nog niet altijd zo. Vaak zegt familie wel van, oh, die kwam ik tegen en die sprak me aan in de winkel dat je het zo goed hebt gedaan. Of ja, dus dat is gewoon ontzettend leuk. En ja, zelf merk ik het natuurlijk niet omdat ik veel weg ben en van het een naar het ander doorga. Dus ook weinig in Oene ben, zeg maar. Kort en goed, maar dat is niet kort. Hoop ik wel goed. Wat moet dit seizoen voor jou nou tot een geslaagd seizoen maken? Nou, de World Cup in Calgary is nog een hele mooie wedstrijd. Dus ik hoop dat ik daar ja, gewoon een hele mooie, strakke rit neerzet. En ja, hopelijk met een persoonlijk record naar huis ga. Dat zou ontzettend gaaf zijn. We gaan je volgen. Super, bedankt.